De jeugdspelshow van de Tros met Martin Brosius. Een mutje. Ja. Een mutje. We zijn er weer. We zijn er weer. Geweldig mensen. Met de hoeveelste ook alweer. Ah ja, natuurlijk. We zijn hier met alweer de 122e aflevering van Ren. Ja. Meteen beginnen. Ik heb hier. Nou ja, ik ga niet meteen beginnen. Ik ga het even hebben over. Even, een heleboel kinderen weten dit, hè? Ja, dit is inderdaad van UNICEF. Kans voor een kind, weet je wel. Een heleboel scholen hebben het al gehad. En daar gaan we een paar vragen over stellen. En daar gaan we het een beetje over hebben. Nou, zullen we meteen met de eerste vragen stellen, mensen? Waar zijn ze, mensen? Want jullie zien er allemaal zo mooi uit. Maar wat zijn de kandidaten? Het hoekje om. Kan die. Ah, daar komen ze al. Oh, kijk even. Ah, wat goed zeg. Wat een stilte. Nou, wat mij betreft krijgen ze hier applaus voor. Zo. Ja, ja. Prachtig. Ja, ik wil wel eens even weten. Hoe ging dat precies in zijn werk? Want jullie hebben dat geloof ik allemaal zelf mogen maken, hè? Dat was die wedstrijd, hè? Nou, op een dag gingen we naar school. Dat was afgesproken. En dan kregen we die borden hier. Ja. En dan moesten we allemaal spullen erop plakken. Nou, dat hebben jullie dan ook wel schitterbaar gedaan, zeg. Met... Ja, maar is ze snel? Of ik zeg wel ze. Is het een ze? Het is inderdaad een ze. Oh ja, hoe kan je dat zien? Nou, dat raden we eigenlijk maar eerlijk gezegd. Okay. Dat is helemaal mooi, zeg. Nee, als ze nou volwassen is, dan is dat iets beter te zien. Ja? En dan, oh, vandaar. Maar ze is nu pas een half jaar. Maar waarom heb je er dan een ze genoemd? Nou, we hadden een leuke naam voor haar verzonnen, omdat als die groot is, volwassen, dan krijgt hij een rode kop. Ja. Toen zijn we Lucifer genoemd, afgekort Lucie. Oh, Lucie. Kijk, als nou mannetjes, dan wordt het gewoon Lucifer, hè? Ja, dan wel, ja. Lucie is een meisjesnaam. Ja. Hey, Luus. Nou, dit is dus een kraanvogel. Hij behoort tot een soort Sarus-kraanvogel. Die komen voor in Pakistan en in India. En er bestaan 14 soorten kraanvogels, dus dat is nogal wat. Ja. En het is een hele aparte soort vogel die helemaal eigenlijk niet te vergelijken is wat je op het eerste gezicht zou zeggen op een reiger of een ooievaar. Maar ze hebben toch een heleboel andere uiterlijke kenmerken en levenswijzen die toch weer behoorlijk verschillen. Ja, wat heeft dit te beduiden? Nou, hij wil even een beetje make-up maken. Hoezo? Nou, die benen. Hè? Oh, neem niet maar. Oh, wat erg is dat. Nou, kom eens even zo, aan profiel. Ja, nou, die neus evolutie. Ja, misschien kan hij wel net zo goed dansen als jij kan. Kraanvogels die kunnen prachtige dansen uitvoeren. Eerlijk? En dat doen ze. Vroeger dacht men eigenlijk dat het meer balzen waren vlak voor de paringstijd. Maar nu zijn ze eigenlijk wel van overtuigd dat ze dat doen omdat ze gewoon zin hebben in dansen. En dat gaat soms met hele groepen tegelijk. Ja, ja. In het najaar dan komen ze allemaal bij elkaar vlak voor de trek. Ja. En dan zijn het met honderden tegelijk gaan ze met z'n allen op weg naar wat warmere klimaat. Ah, ja. En in het voorjaar komen ze terug. Ze leggen meestal 2 eieren in een tijdsbestek van 2 dagen, maar ze beginnen al na het eerste ei te broeden. En daardoor komt het ook dat 1 ei 2 dagen eerder uitkomt dan het tweede ei. Ja, ja. En die kuikens die verschillen dan ook behoorlijk in grootte. En in de beginperiode kunnen ze zo'n 2 centimeter per dag groeien. En dat is een enorme snelle groei. Wat schattig man. Gewoon Martin, dezelfde kleur ogen ook als jij. Nou ja, ga nou even een tijdje door. Wat zullen we zeggen? Zullen we die naam veranderen in Patricia? Is dat heel dat mag ook best hoor. Ik vind het heel mooi hoor. Ik vind het helemaal niet erg. Je mag gewoon lekker Lucie blijven. Nou, zeker. Schitterend. Nou, dat is eigenlijk wat ik een beetje over de Sarus kraanvogel kan vertellen. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat jullie weer was hoor. Jullie ook jongens. Jongens. Meisjes ook. Oké, dan ga ik... Terug naar Waske. Nou, wat prachtig. Ik vind het een schitterende vogel. Hey, wacht eens even. Dat is een bekend. Moet je luisteren. De bedoeling is nou dat we voor jullie school en voor jullie school de tussenstand gaan even bekendmaken. En de tussenstand luidt op dit moment. Heilo. De school van Heilo 5 punten. Oh, ja. En de school uit Valkenburg. Ja, de Valkenburg. 12 punten. Ja, ja. Het is al net over. Weet je wat we zullen doen? We gaan een tijdje eens even kijken. Nou, zo'n tijd hoeft er niet te duren, want het is een kleine overbrugging. We gaan mensen eventjes hier naartoe halen die een heleboel weten over dit project. De actie van UNICEF, weet je wel. En zullen we ze eventjes aankondigen? Doe jij het? Of, nou, nee, jij weet het beter niet. Oké, nou, dan kondig ik ze gewoon eventjes aan. Het is de directeur zelf van UNICEF. Ja. En ook nog een jeugdvoorlichtster. Zo heet zo iemand, hè? En dat is Riti Smit. Ja, er is al. En de heer Latenstein. Latenstein, ja. Ja, dat zijn ze. Hallo. Yeah. Hallo, wat leuk is het. Goed. We hadden het al een tijdje over, meneer Latenstein, in het begin al.
We weten dus om welk land het gaat nu, we hebben al een vraag gesteld. Maar waarom heeft UNICEF speciaal een actie gevoerd, of het is midden in de actie op dit moment zelfs nog, voor Bhutan? Waarom juist Bhutan? Bhutan is in de eerste plaats een heel arm land. Ja, maar je hebt wel meer derde wereldlanden natuurlijk, hè? Ja, dat is waar. Maar Bhutan is een heel geheimzinnig land ook. En een land wat onbekend is. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee. Eerlijk weinig. Dus eigenlijk een beetje, daarom vond u het mystiek, leuk. Mysterieus. Ja. En wat zijn nog meer kenmerken wat misschien anders ligt dan met andere derde wereldlanden in Bhutan? Nou, Bhutan ligt erg geïsoleerd, erg geïsoleerd in de bergen, we hebben dus net gezien. Ja. En de mensen zijn daar eigenlijk heel erg, die leven nog in de middeleeuwen en die zijn heel erg achter in hun ontwikkeling. Ja. We hebben die onbekendheid in Nederland een beetje willen opheffen door deze map te maken. En daar zijn 2000 basisscholen die hebben op die map ingeschreven en die gaan daar iets mee doen. Maar er zijn 8000 basisscholen. Er zijn 8000. En is het dan mogelijk dat de mensen, leerkrachten die misschien nu kijken, alsnog voor lesmateriaal, want ik heb het nagekeken, het is echt hoor, hartstikke fijn lesmateriaal om gewoon op school les in te krijgen. Zeker, dat, dus dat kan. Mogelijk, dat kan, ja. Gaan we eventjes verder met Bhutan. U zei het al, een intrigerend land, geheimzinnig land, wat dan meer? Een land met veel medische problemen ook. En één daarvan is krop. Krop? Krop, ja. Wat struma. Is... Oh, wat we hier... Oh, krop. Ja, vogels hebben ook soms een krop. Ja, dat, die kraanvogel is... bijvoorbeeld. Ja, en duiven. Roekoe, roekoe. Weet je, dit is... Waar zit je? Dat is een zwelling van de keel. Hier bij... Ja? Bij een soort klieren. Klieren. Krop, is dat? Even, wil ik even weten. Krop. En... Dan kom je iets tekort natuurlijk. Ik wil weten, wat kom je tekort als je krop hebt? 1. Groente. Of 2. Vitamine B. Of 3. Jodium. Ja, hier weten ze het geloof ik al. Ja, maar hier weer. Oh ja, nou oké, dan gaan we met z'n allen. Ik ga het in mijn eentje doen. Ren je! Ja, ik ben er al. Ik ben er al. Ik weet alleen niet waar ik sta. Ik zeg ren je! Ik zeg ren je! Komen ze, ja. Wat gaan ze nou doen? Als er eentje fout staat, zijn jullie allemaal fout. Maar als er ook eentje goed staat, dan staan ze ook allemaal... Ja hoor, het is namelijk zo mensen dat... Ja, dat wisten we al, hè. Ja, en dat ingeklemd tussen een aantal landen is maar één toegang. Eén toegang maar? Eén toegang via India kan je komen. Het ziet er erg mooi uit. Ja, schitterend. En, oi, kijk eens, wat is dat? Dat lijkt wel zo'n gebedsmolen. Dat is een gebedsmolen. Ja. Bhutan is een boeddhistisch land. Ja. En de monniken, lama's heten die daar, die hebben erg veel invloed. Daar zien we zo'n lama. Ja, zo'n oude tempel ook. Ja. Klein lamaatje. Nee, is een mens, een lama. Je hebt ook dieren. Dit, ja, maar dit is een monnik. De jonge monnik. Dat kan. Is het zo jong? Ja hoor, soms gaan ze vanaf 12 jaar al naar zo'n school. Een soort seminarium, maar dan anders. Je ziet hier iets van de problemen die UNICEF probeert op te lossen. Het water, het vuile water in Bhutan. Daar doen ze alles in, hè? Wassen. Ja, dat gebruiken ze overal voor. Drinken, ja. En dat is dus heel vaak. Kinderen, die hebben het erg moeilijk in Bhutan. Duizenden baby's, die sterven voordat ze 1 jaar kunnen worden. Vaak aan diarree. Ze drogen dan helemaal uit en de moeders weten niet goed wat ze moeten doen. Hebben niet de juiste ideeën daarover. Kijk, dat is die krop, geloof ik, hè? Ja, daar zie je zo'n voorbeeld van zo'n kropgezel. Ja. En hier zie je iets wat UNICEF al aan het doen is. En dat is zorgen dat kinderen worden ingeënt tegen ziekte, dat kinderen worden gewogen. Eigenlijk alles wat wij hier kennen en heel gewoon vinden. Ja. Kijk, toch ziet dat er schoon uit, het water, hè, zo. Het ziet er heel mooi uit. Alleen wanneer het beneden is, dan is het vaak al besmet door beesten en alle mogelijke andere dingen. Wat is dit? Hier wordt een watervoorziening aangelegd. UNICEF die zorgt dus dat al die materialen er komen. En je ziet dat alle dorpsbewoners zelf meehelpen om het, inderdaad een mannenmacht, om het aan te leggen. Oh ja, daar lopen die leidingen, zie je. Ja. Nou, veel werk aan de winkel, hè? Ja. Nou. Ah, kijk, dat is school. Hé, school in de open lucht. Oh, het is natuurlijk een schitterend mooi klimaat daar natuurlijk. Nee hoor, Bhutan heeft verschillende klimaten. Van heel koud tot heel erg warm. Of is het misschien een gebrek aan scholen? Dat ze ja, dus buiten er zijn gewoon te weinig scholen. En die zijn eigenlijk te klein. Oh, ja. Dus ook daar moet weer iets aan gedaan worden. Ja.
Ja, nou, daar gaan de hummeltjes. Nou, hartstikke fijn dat jullie hier waren en daar het een en ander over wilden vertellen. Kijk, bloemen van Patricia. Nogmaals, bedankt. Hartstikke bedankt en veel succes met UNICEF nog. En wat ons betreft, wij gaan ze direct dat Giro-nummer laten we nog een keertje zien voor de leerkracht. Nou, meteen weer even laten zien dan. Giro-nummer van de UNICEF Nederland, dat luidt 7515. Even laten zien nog voor de kinderen thuis. En natuurlijk ook voor de leerkrachten. Heel belangrijk. Ja, dat is een hartstikke fijne les. Ik ben blij dat ik die les heb. Dat leren we een hoop vandaag. Ja, alvast jongen. Ja, nee, je kan nog veel meer leren. Ja. Hey, alleen maar, nee, geen geleer nou hoor. We gaan nou beentjes van de vloer. Een hele nieuwe rage op dit moment. Nou, je weet zelf wel hoe die dans heet. De aerobic, hè? De aerobic, inderdaad. De Lucia Matas, danserinnen. Oh, we hebben nog lucht genoeg voor de tweede aerobic dans. Zijn we er klaar voor? Daar gaan we dan. Turn rechts, 2, 3, 4. Turn links, 2, 3, 4. En jog dan, 2, 3, 4. Naar links, 2, 3, 4. Naar voren, 2, 3, 4. Naar achter, 2, 3, 4. En jog dan, 2, 3, 4. En terug, 2, 3, 4. Slide, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Naar links, 2, 3, 4. 5, 6. Jumping jacks, rechts, 2. Rug, 2. Links, 2. Voor, 2. Links, 2. Rug, 2. Rechts, 2. En nu de kicks. Jump, kick, jump, kick, jump, rechts. Jump links, jump rechts, jump links, jump rechts. Hoge kicks, jump kick, jump hoog. Jump rechts, jump links, jump kick, jump hoog. Jump rechts en jog naar rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en loop terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en jog naar links. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en loop terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hopscotch uit in 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uit in 3, 4. 5, 6, 7, 8. Step, touch, links, touch, rechts, touch, links, touch, rechts, touch, links, touch, rechts, touch. En nu gesprongen uit, in, step, jump, uit, in, en here we go. Oh, ja. Nou, ik weet wel dat je zwaar, wel... Zwaar, hoor. Wat heet zwaar? Je hoort ook eigenlijk, hoor je ook eerst een paar baroefeningen te doen, hè? Op de bar, van de, op de bar. Een opborm... Zo, en oh, op, oh, op, op, op. Ik dank u. Sorry. Ja, ja. Ja. Ja, eerst die nagels voor jou. In de weg? Nee, ja, jij bent een hark. Je staat me in de weg. Ik ben een hark. Nou, oké, okay, nou, leuk voor de tuin, zal ik maar even. Ja, ik kan bijna niet meer praten. Zou jij de volgende vraag willen stellen? Pleisterplezier. Ja. Welke bekende, beroemde eigenlijk, Amerikaanse filmster heeft deze dans populair gemaakt. Nou, dat weet toch iedereen? Oh, wacht even. Nou, oké. Okay. Ik wil het weten. 1. Het is... Jane Fonda. Of is het... Barbra Streisand. Of is het... Diana Ross. Zeg jij het maar weer. Jammer? Ja. Ben je het zeker? Ja. Ja. Oké, okay, ja, weet je wat het namelijk was? James Fonda, die was al eigenlijk hartstikke beroemd, hè? Die was al beroemd, hoor. Ja, ja. Voordat ze dus die dans deed. Trouwens, weet jij een ander woord voor roem? Roem? Het heeft niks met klaverjassen te maken, hoor. Uit datzelfde land, hè? Ja, een ander woord voor roem. Fame! Ja, fame!
We zijn weer thuis, mensen. Oh, dat was al even lekker. Ja, zie je. Ik kan mijn mond maar open doen, maar goed. Zie het ziet er lekker uit. Hoe moet het nou? Zo. Patricia, was een zalig dansje er weer tussendoor. Ja, heb je zin gehad? Ja, ik ga het voortaan elke dag doen. Ja, zie je. Mensen, wij hebben ook voor thuis die fotovraag. Weet je nog? Ja. Hey, ja, oké, even voor thuis. Wat was dat ook alweer? Ja, wat was dat ook alweer? Was het een muilpeer? Een stoofpeer. Oh, stoofpeer, nee. Of was het een kale kop? Kalebas. Een kalebas, ja. Of was het een oorvijg? Nee. Een vijg. Ja, een gewone vijg. Een gewone vijg. Ja. Een paardenvijg. Mensen, zullen we eventjes met elkaar rennen? Weten we het thuis ook weer? Ga je mee? Ren? Ja! Of niet? Thuis ook! Ja, iedereen thuis! Oh, wat goed. Nou, in ieder geval, blij gezicht ook allemaal. Ja. Hè, want verliezers kennen we helemaal niet. Ik vond het hartstikke leuk. Ik geef je... Oh nee, dat doe ik anders. Nee, dat mag niet. Ik ben... ja. Hè? Hoi, je weet er al. Ik ga eventjes afscheid nemen voor thuis. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dan kijken jullie toch ook weer. Afscheid van Anja. Ja. Dag. En van Patrick. En van Antoinette. En van René. En van Martine. En natuurlijk van Robert. En van Chantal. En ja, maar kijk eens even. Ik heb hier Lennart. En ik heb Jolanda. En ik heb Jackie. Dag allemaal. Tot ziens. Hoi. Kom eens even mee. Ik vond het jou zo leuk om even wat... Ja, dat heeft ze verdiend. Hier, hou vast. Hou vast, is voor jou. En ik heb hier nog iets aardigs. Want jij krijgt natuurlijk ook. Ja, kijk eens eventjes. Ook verdiend. Oh.